De week. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Er gebeurde natuurlijk wel het een en ander, maar ik was zelf toch vooral de hele week in de ban van Koningsdag en natuurlijk ook van de lintjesregen. Maar helaas, ik vrees dat ik daarvoor in mijn leven iets te veel schandaligs over het Koningshuis heb gezegd. En ook deze column zal het er waarschijnlijk niet veel beter op maken. Want het is vandaag Koningsdag en dan hebben we twee opties als we ons vorstenpaar in actie willen zien. Het brave dagelijkse repertoire in de provincie of de nieuwe, ongetwijfeld smeuïge aflevering van de videolandserie Maxima. Daarin zagen we onze monarch al zonder scrupules rollenbollen in het New Yorkse appartement van toen nog meisje Zorrigueta. De vorstelijke rondingen dwarrelden door het beeld, zowel van hem als van haar. En na afloop van het wederzijds genoegen zat de aanstaande koningin slechts gekleed in enig bedtextiel in haar open raam. Ik dacht nog even, meisje, kijk uit, pleur niet uit het raam. Maar ik had natuurlijk kunnen weten dat ze in de familie Zorrigueta zich zeer bewust zijn van de gevaren van een tuimeling van grote hoogte. Inmiddels is deze vrolijke dame alweer enige tijd onze koningin en nu is zelfs haar populariteit van grote hoogte naar beneden getuimeld. Hoe kan die weer worden opgekrikt? Moet ook Koningsdag voorzien worden van enige functionele erotiek? Voorlopig is de hele familie vandaag manmoedig naar Emmen vertrokken, waar hen een vreugdevoller onthaal wachtte dan in hometown Den Haag op de laatste Prinsjesdag. Daar waren de tribunes nog leger dan alweer een tijdje geleden bij ADO en wat er zat was tamelijk fossiel of demonstrant. De balkonscène met gefluit en gejoel moet een bezoeking zijn geweest voor de doorkneden monarchist. Het deed mij denken aan de kroning van Beatrix in Amsterdam in 1980. Ik bevond mij in de tijd onder het rumoerige publiek. Het cohort ingevlogen oranje provinciale werd ondanks dappere pogingen en veel gezwaai met vlaggetjes volslagen overstemd door het loeiende republikeinse Amsterdamse volk. Geen woning, geen kroning, huizen werden gekraakt, het koningshuis zeker niet uitgezonderd. Achter ons had iemand een rookbommetje laten vallen, we konden er wel om lachen. Want was dit niet een hommage aan het legendarische rookgordijn tijdens de bruiloft van Beatrix en Klaus in 1966? Zojuist, probeerde de oude Juliana nog, zojuist had ze afstand gedaan van de regering. Het was nauwelijks te verstaan. De nieuwe koningin en haar gemaal stonden met strakke gezichten dapper te wuiven en waren blij dat ze naar binnen mochten. Daarna begon het feest in Amsterdam pas goed. Ik noem het nog altijd mijn enige oorlogservaring. Met ons opgewekte Paroma-trio, inderdaad, Paul, Rolf en Marcel op banjo, viool en gitaar, stonden we muziek te maken op het Rokin, toen dat plotsklaps werd schoongeveegd door de ME. We vluchtten door te nauwe steegjes, het was een benauwde toestand. Aan het eind van de dag was de rook nog lang niet opgetrokken, want Amsterdam dampte van de hash en de traangas. Het was opwindend, schandalig, tragicomisch en ook authentiek Hollands lomp. Die lompheid, je kan het ook directheid of openheid noemen, die ons van oudsher agrarische land zo kenmerkt en die wellicht straks in een nieuw rariteitenkabinet tot een nieuw hoogtepunt wordt gevoerd. Ook het Koningshuis geeft niet altijd meer blijk van de afstandelijke fijngevoeligheid waar koningin Beatrix naar streefde. Met als gevolg excuses op de bank en volkse knievallen ten behoeve van de populariteit. Die is volgens mij definitief ingekacheld sinds het devote oranje konijn Jeroen Snel door de EO uit blauw bloed is gefilterd. Valt dit koningshuis nog te reanimeren? Ik denk toch alle inclusiviteit niet te nagesproken dat er meer exclusiviteit moet komen. De Oranjes hebben een verheven positie. Laat ze die ook innemen. Wees bijzonder, dan word je iemand. Zie de geweldige trainer van Feyenoord die met de bekerwinst een passend slot aan zijn Rotterdamse loopbaan maakte. Want hij wordt begeerd door Liverpool. Dus trekt hij verder. Dat is Arnes lot. Ja. Nee, met dit soort woordspelingen krijg je geen lintje natuurlijk. In het ubergeliefde Venetië worden nu tickets verkocht om de toeloop te minderen. In Japan heeft een dorp met mooi uitzicht op de berg Fuji om die reden een zwarte barrière geplaatst. En nu is die berg Fuji. En anders stoppen we ermee. Gewoon stoppen ermee. Want moeten wij het Amalia aandoen dat haar vleeselijke avontuurtje straks open en bloot door vuige streamingsdiensten zullen worden gereconstrueerd? Ik vrees dat ik de titel van deze royale liefdesschijnbeweging al weet. Oranje boven. Zoals iedere week ook.